enthousiast samenwerkend met het AVU Droom. En dus gestationeerd op Lelystad. En het blijft een wonder mooi vliegtuig. Ja, eigenlijk de nieuwste, daar komen daar van de wereld is een beetje. Over een paar weken in Oshkosh, de grootste vliegshow ter aarde, zullen we niet minder dan een 40-tal en waarschijnlijk zelfs 45 Dakota's tegelijk in de flyby. En ik vergeet dat daar ook de andere vliegende DC-2 van deze wereld bij zal zijn. En grappenmakend deze dagen begrepen wij dat je een Douglas DC-3 tegenwoordig toch echt een Boeing DC-3 moet doen. Dus ja, Boeing heeft ook veel gedrukt.